Tijmen en Kevin. Ja. Tijmen? Kevin. Kevin, Tijmen. Ja, waar moet ik beginnen, jongens? Hoe kan het dat jullie zo jong zijn en zo'n professionele, goed in elkaar gezette hit en clip hebben? Sorry, dat is een hele ingewikkelde vraag. Nou ja, we begonnen gewoon met z'n tweetjes. We hadden niets te doen, dus gingen we gewoon een liedje maken. Ja, en toen hebben we het wat doorgezet, zeg maar. Ja. En toen vroeg iemand ons van... Ja, kom je bij ons in de studio het liedje opnemen? En toen, ja, dat vonden we natuurlijk heel gaaf. Ja, en toen hebben we het liedje opgenomen. En toen kwam er zelfs een clip. Ja. Ja. Hey, ik heb zakgeld. En zo naar mijn mama, ik kan alles nu betalen. Hey, ik heb zakgeld. En zo naar mijn mama, ik kan alles nu betalen. Nummer 1 in trending. Onze rap game is never ending. Wij zijn young boys met de visie. Laten zien ons op televisie. Mijn hele team is aan het winnen. En mijn zak gaat eens binnen. Laat die money verdwijnen. Noem me Leeuw Kleine. Zo leuk, jongens. Dus als ik het goed begrijp, jullie hadden eerst, jullie waren gewoon een beetje aan het vervelen. Toen gingen jullie een beetje rappen, een beetje muziek maken. Was dit nummer nou al klaar toen het werd opgepikt? Of vond iemand jullie talentvol en toen hebben ze dit nummer gemaakt? Hoe zit het nou? Ik denk dat iemand vond ons talentvol en toen hebben we dit nummer opgenomen. Ja. En heeft iemand anders dat geschreven? Ja. En toen, hoe reageerden jullie toen die dat nummer voor jullie afspeelde? Zo van, ik wil dat jullie dit gaan zingen. Ja, we vonden het echt heel cool. Ja. Ja. Het is ook een heel goed nummer. Ja. Bedankt. Ja. Blijft er meteen hangen. Hey, en nu, want ik heb begrepen dat jullie nu zelfs... Bij Sony? Ja. What the fuck, jongens? Hoe is dat dan weer gegaan? Nou, jullie hadden weer niks te doen. Wij werden op een gegeven moment door Sony en die vond onze clip ook heel leuk. En ja, toen zijn we in samenwerking gedaan. Ja. En wat hopen jullie nu? Wat is jullie droom? Bekend worden. Yeah. Of heel Nederland wel mee bekend worden. Meer leuke liedjes maken. Hebben jullie al een nieuw liedje op de plank? Ja. Ik denk dat het niet meer over zakgeld gaat als het zo doorgaat. Dat hebben jullie helemaal niet meer nodig, joh. Maar kunnen jullie een tipje van de sluier oplichten? Waar het nieuwe liedje over gaat? Ja, over dat wij, alles overnemen eigenlijk. Oh! Ja. Heel bescheiden ook. Ik dacht, wat komt er nu? Ik dacht, je gaat zeggen, het mooiste meisje van de klas. Maar nee, over dat jullie alles overnemen. Leuk zeg. En hebben jullie al vaak opgetreden? We hebben al wel een eerder optreden gehad. Maar dat was gewoon in Marum, in ons eigen dorp. En we hebben al wel 4 interviews gehad. Zo. Ja. En denk je dat jullie echt heel groot gaan worden? Ja, ik hoop het. Ja. Crazy, jongens. Ik zou nog uren met jullie kunnen praten. Maar ik heb vooral heel erg veel zin om gewoon helemaal los te gaan op zakgeld. En ik denk het publiek ook. Hier zijn... Young Boys met zakgeld. En het is live. Hey, ik heb zakgeld. En zo naar mijn mama, ik kan alles nu betalen. Hey, ik heb zakgeld. En zo naar mijn mama, ik kan alles nu betalen. Nummer 1 in trending. Onze rap game is never Boys. Laten zien ons op televisie. Jongemo. Mijn team is aan het winnen. Winning. En mijn zak gaat eens binnen. Chichina. Laat die money verdwijnen. Oh no. Noem me Leeuw Kleine. Hey, ik heb zakgeld. En zo naar mijn mama, ik kan alles nu betalen. Hey, ik heb zakgeld. En zo naar mijn mama, ik kan alles nu betalen. 5
gaan een show doen. Lizzie bel me op, hij wil die show doen. Want ik ben veel te druk met Fortnite. Jij hebt minder views dan mijn dislikes. Hoezo middag zijn we vrij? Iedereen heeft hij. Kom ons checken op het schoolplein. Hoe lopen mijn Porsche en het verdwijnt? Hey, ik heb zat geld. En zo naar mijn mama, ik kan alles nu betalen. Hey, ik heb zat geld. En zo naar mijn mama, ik kan alles nu betalen. Ik score vanaf de aftrap. Ik ga als verstappen in een drop top. Jongens, lekker mannen, ja zo werkt dat af. Ik ben alleen met Bivak, want hij werkt haar af. We hebben werken hard, investeer. Ik heb money zat. Gooien met die brieven naar de Malediven.